again. Don't know where. Ik heb gekozen voor het thema Wereldoorlog 2. Waarom heb ik dit thema gekozen? Wereldoorlog 2 is nog iets dat niet zo lang geleden is in onze geschiedenis. Daarom zijn er vandaag de dag nog zeer veel gevolgen zichtbaar. Denk maar aan Amerikaanse kleinkinderen wiens grootvader gestorven is op de stranden van Normandië om onze vrijheid te garanderen. Of aan Japanse mensen wiens lichaam nog altijd verminkt is dankzij het radioactieve afval gedropt tijdens de kernbommen van Hiroshima en Nagasaki. Daarom vind ik het dus ook zeer belangrijk dat er relevante en juiste informatie verspreid wordt over Wereldoorlog 2, zodat het niet mogelijk is dat een of andere gekke roddel het eigenlijk als waarheid kan beschouwd worden en dat dat dan daardoor eigenlijk andere mensen gaat misleiden over wat er wel degelijk gebeurt in Wereldoorlog 2 en wat er eigenlijk niet gebeurd is in Wereldoorlog 2. Daarom heb ik dit tool-shop filmpje gemaakt en hopelijk genieten jullie hiervan. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Okay, vervolgens ga ik jullie leren hoe jullie een video moeten embedden in YouTube. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. U creëert eerst een nieuwe dia. Dat doet u door op het knopje Nieuwe dia te klikken. Vervolgens verwijdert u al hetgene dat u niet nodig hebt uit uw dia. Vervolgens klikt op Invoegen en dan op Video. En dan krijgt u twee mogelijkheden voorgeschoteld. U kan oftewel een online video in uw PowerPoint plaatsen, of u kan een video vanuit uw PC in uw PowerPoint plaatsen. Wij gaan voor een video op mijn PC, omdat ik de video al op mijn computer heb staan. Dan moet je in uw bestanden de video gaan zoeken. Voilà. En ze staat in uw PowerPoint. Nu gaan we eens testen of de video ook effectief afspeelt. A brief overview of world. Voilà. Dankjewel voor jullie aandacht en hopelijk heb ik jullie nu geleerd hoe jullie een video in een PowerPoint moeten plaatsen. A brief overview of World War II. The war in Europe began in September 1939 when Nazi Germany under Adolf Hitler invaded Poland. Using blitzkrieg tactics, the country was quickly overtaken. The world was shocked. Britain and France responded by declaring war on Germany, but took little action. This became known as the Phony War. But in 1940, German offensives rapidly defeated Denmark, Norway, Belgium, the Netherlands, and France. The British Army, meanwhile, was on the retreat, being evacuated from Dunkirk. Britain, alone, was attacked by Germany during the Battle of Britain and the Blitz. However, the Luftwaffe failed to defeat the RAF. In June 1941, Hitler invaded Russia under the codename Operation Barbarossa, and in December 1941, the Japanese attacked Pearl Harbor, bringing the USA into the war.
Germany, Italy and Japan formed the Axis powers, while Britain, Russia and the USA made up the major combatants on the Allied side. In 1942, the Nazis implemented their final solution, a plan to exterminate all Jewish people. Critical battles followed that would dramatically change the course of the war. These were Midway in the Pacific Theater, June 1942, El Alamein in Egypt, November 1942, and Stalingrad in Russia, January 1943. On June 6, 1944, D-Day, the Allies launched Operation Overlord, invading Normandy, France. The Red Army advanced in the east and was the first to reach the German capital of Berlin. Germany surrendered in May 1945, shortly after Adolf Hitler committed suicide. On 6th of August 1945, the Americans dropped an atomic bomb on Hiroshima. Japan surrendered on VJ Day, 15th of August 1945. The war was over. World War II lasted from 1939 to 1945 and remains the most geographically widespread military conflict the world has ever seen. Subscribe to see more fun history videos. Get your copy of Simple History, World War II, out today. Terwijl ik meer informatie aan het zoeken was over Wereldoorlog 2, ben ik op deze interessante website gestuurd. De website noemt, zoals u kan zien in mijn adresbalk, history.com en aan het onderdeeltje Inside World War 2. Dus, wat kan u doen op deze website? U kan eigenlijk in het begin al kiezen uit verschillende werelddelen. We hebben dus Noord-Amerika, Europa en Afrika en Azië. We gaan nu kiezen voor het deeltje Europa en Afrika. Dan kan u kiezen uit verschillende onderdeeltjes van de Wereldoorlog 2 in Europa en Afrika, om daar wat meer informatie over te kiezen. We kiezen nu bijvoorbeeld voor D-Day. Dan kan u kiezen uit verschillende deeltjes. U kan bijvoorbeeld extra foto's zien over de standen van Normandië. Voilà, zeer interessante en mooie foto's. Maar u kan ook bijvoorbeeld naar een boot kijken waarmee er in Amerika op de stranden van Normandië werd aangevaren. U kan deze boot dan draaien, bekijken van verschillende kanten. U kan, als u wil, statistieken zoeken over deze boot. Voilà. En zo kan u nog verschillende andere dingen doen. We zullen bijvoorbeeld eens naar een ander werelddeel gaan. We gaan naar Noord-Amerika. In Noord-Amerika kan u bijvoorbeeld meer informatie opzoeken over Pearl Harbor, de haven die is geëxplodeerd door Japanse bommen. U kan dan naar verschillende foto's kijken over deze explosies. In het onderschrift kan u zien dat deze boot, de USS Arizona, werd kapot gemaakt door Japanse bommen op 7 december 1941. En zo zijn er nog verschillende andere aspecten om te ontdekken. Daarom wou ik jullie toch deze site even laten zien, omdat het een zeer interessante site is waar zeer veel informatie op kan gevonden worden. Bedankt voor uw aandacht. So will you please say hello to the folks that
Dus, mijn toolshop is eindelijk af. Het heeft me veel moeite gekost, maar ik ben toch content van het werk dat ik geleverd heb. Het was mij wel een grote uitdaging. Nu, ik kon wel met al die spullen werken. Ik kon een PowerPoint maken, ik kon daar een video in zetten, ik kon een Movie Maker filmpje maken. Maar het was toch wel leuk om dat allemaal eens op te frissen en om dat allemaal nog eens opnieuw te doen. De APA-normen, dat was wel de eerste keer dat ik dat gedaan had, dus ik ben blij dat ik dat nu eens kon doen. Ik vond het wel eigenlijk ja, een grote uitdaging, zoals ik al zei. Ik heb ook van alles terug over mezelf geleerd. Voornamelijk dat ik nog een ergere uitsteller ben dan dat ik al dan dat ik dacht dat ik was. En ja, bedankt voor het kijken naar mijn filmpje. Ik ben content dat jullie het tot het einde hebben volgehouden. En ja, nogmaals bedankt om te kijken.